bij Suzé Design. Ik ben Kim en in dit filmpje laat ik je zien hoe je met lijm figuren kan maken op een canvasdoek. Allereerst trek ik met pen of met potlood kan ook een figuur op het canvasdoek en trek het daarna over met het lijmpistool. Dit kan je gewoon laten zitten omdat je het daarna met verf gaat overspuiten en dus zie je het niet meer. Let erop dat je alleen de buitenste randjes omtrekt. Blijf dicht op het canvasdoek, zodat de lijm overal even dik blijft en je geen zwieren krijgt. Nu met de lijm van een lijmpistool gedaan. Je kan het ook met normale lijm doen, maar dan moet je alleen even langer wachten tot het opgedroogd is. Ik ga het canvasdoek nu even in de gewenste kleur spuiten en dan laat ik je straks het resultaat zien. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!